gaat gewoon echt streaken. Heb je hoorapparaten? Nee, ik heb gewoon een nieuwe koptelefoon. Oh. Zou ik je zeggen waarom? Omdat je haar anders door de war gaat. Ja. Ja. Ik heb zo'n hele zware koptelefoon. Die heel goed klinkt, maar dat drukt zo op je haar. Dat je haar een beetje... Ik zei het als grap eigenlijk, maar het is echt zo. Ik ben zo blij dat Ruud de Wild er niet is. Want dan zouden jullie grapjes over maken. Ja, maar nu doe jij het, hè? Ja, ja, daar was ik al bang voor. Wat gebeurt er, Ewout? Er wordt een capsule van SpaceX binnengehaald door het ISS. Je bent onze ruimtevaartdeskundige, hè? Alles is relatief. Hij wordt zo met die arm, als het goed is, wordt hij zo vastgepakt en naar binnen gehaald. Is die printplaat nou wat is uitgeklapt? Ja, weet ik veel. Het zijn zonnepanelen. Oh ja, weet ik. Het lijkt wel op een printplaat inderdaad. Ik zie de verhouding niet zo goed hier. We zijn een half uur verder en je ziet dat hij dichterbij komt. Nou ja, dus hij moet op dit dingetje. Capture confirmed. Ja? Hier, kijk eens naar de voorkant. Lekkere anijsrondjes met spikkels. Ja. Nou, gooi er maar in. Moet je opletten. Waar blijven ze? Zet er geen in. Ik heb er eerder een brief over gestuurd. Radio 2 heeft er een item van gemaakt. Toen ik had gezegd dat het altijd zo was. Nog steeds niet. Wat is dit? Dit is een livestream van jou. Kijk. Ah, ja. Dit is een beeld van jou. Wauw. Stream je al? Ik stream nog niet. Eerst moet de blok ijs nog... Oh ja, en dan ben ik als een soort achtergrond. Dat is de blok ijs. Oh ja. Wat zou er deze week in zitten? Ik heb geen idee. Wacht, doe het toch gewoon zo? Of is het heel raar? Nee, het gaat erom dat je niet meteen raadt natuurlijk. Dus ik nu even zo doen met een papiertje. Kijk, dit ben ik dan. Nou, wat goed. Kijk, en ik heb het ook nog. Inception, hè? Kijk. Oh, er zit ook nog een soort vertraging. Er zit een beetje vertraging op. Wauw. Zijn er al kijkers? 11 kijkers. Aan deze kant is het echt overduidelijk. En die kijkers op Facebook zien dus dit. Ga je echt streaken? Nee! Hij gaat gewoon echt streaken! Oh, hij gaat lekker nu. Ja, nu zie je het wel een beetje. Is het al? Wow, hier is ingegrepen, zeg. Oh, dit was het dus. Gewoon ja, een waterpistool. Ja, toen dacht ik net, ik test hem uit. Alleen heel de binnenkant is dus bevroren. Oh ja, natuurlijk. Dus het werkt helemaal niet meer. Ja, nee, dus... Hey, wat zit er morgen in? Want dan hoef ik niet te kijken. Nee, vrijdag pas weer. Oh. Kapoesjes. Oh, wat stellen jullie toch aan, zeg. De luchtvaartmaatschappij die heeft mijn koffer kwijtgemaakt. Hij staat waarschijnlijk ergens in de chaos die Toronto Airport heet. Ik heb geen ondergoed, ik heb geen sokken. Ik heb net wel mijn haar gewassen met het spul van het hotel, maar ik heb ook niks om mijn haar te stylen. Dus als eigenlijk mijn haar een grote pluizenbol is, dan ligt dat daaraan. Doei!